Vanaf nu is de allernieuwste bioscoopbeleving ter wereld in Eindhoven te ervaren. Ook hebben de zalen van de JT-bioscoop aan de Keizersgracht de modernste effecten die er bestaan. Deze bioscoop is een paar stappen vooruit op een meer traditionele bioscoop. En dat heeft te maken met techniek, dat heeft te maken met de kwaliteit van het beeld, wat echt veel mooier is, wat iedereen ook kan zien. Het is niet alleen voor de techneuten, maar iedereen ziet dat het gewoon mooier is. Het zit hem ook in het geluid. Met name Dolby Atmos geeft het geluid door de hele ruimte. Het zit boven je, het zit achter je. Het laag in het geluid, de stoelen trillen, dat is hier tot in de perfectie doorgevoerd. Voor het project werd samengewerkt met het Amerikaanse Dolby. En dat was niet altijd even makkelijk. Een achtbaanrit, want je begint eigenlijk 1,5 jaar geleden aan een avontuur met z'n tweeën. Zij wilden iets met bioscopen, een nieuwe beleving, allemaal mogelijk gemaakt door de digitalisering, door de enorme opslag die er mogelijk is van beeldinformatie en geluidsinformatie. En wij waren ook op zoek, wij waren aan het bouwen, maar we wilden niet weer de traditionele bioscoop neerzetten. Dus dat is langs, dat is in congres en zo naar elkaar toe gegroeid, de ideeën zijn ontwikkeld, zij hebben daar beroemde designers achter gezet. En het zijn perfectionisten. Zij werken met de grootste filmmakers, met Peter Jackson, met Lucas. Dus alles moet perfect zijn. Dat is voor ons ook, maar het moet dan bij elkaar gaan passen. En ik was zo blij afgelopen dinsdag toen ik de eerste beelden zag in de zaal en mijn mond viel open van verbazing. In vergelijking met klassiekere en vooral oudere bioscopen is het kostenplaatje ook anders. Moet je echt aan het 4-5-voudige denken van wat een normale bioscoopzaal zou doen. Het is een stevige rit geweest, maar het eindresultaat is echt geweldig. De nieuwste films, zoals The Hobbit en De Pinguïns van Madagaskar, zijn vanaf nu te zien in de JT-bioscoop.